Onder de titel de ontwikkeling van mineralenontginning in Suriname en de grondrechten van inheemse en tribale volkeren is gisteren de tweede grondenrechtendialoog gehouden. Ewald Potisi, geologie- en miningdocent aan de ADEC Universiteit, heeft een inleiding gehouden over mineralen en lokale communicatie in Suriname. Hij begon zijn inleiding met de retorische vraag: hebben stammen in Suriname rechten op de minerale hulpbronnen in hun woongebieden? Potisi wees erop dat het land en de hulpbronnen heilig zijn voor de mensen die in stamverband leven. Het is niet van de mensen. Grond is van de overheid, domeingrond. Of soms particuliere eigendommen. Dus dat zijn de fricties die wij nu hebben in die gebieden. Van wie zijn deze hulpbronnen, die minerale hulpbronnen? Van wie zijn ze? Van wie zijn ze? Op basis van de wetgeving die wij momenteel in plaats hebben, is dat van de overheid. De minerale hulpbronnen zijn van de overheid en van niemand anders. De inleider zei verder dat Suriname een concessiesysteem heeft waarbij de overheid via de regering de minerale hulpbronnen beheert. Potisi concludeerde tenslotte dat op basis van de huidige wetgeving de tribale volken geen recht hebben op de natuurlijke hulpbronnen. U hoort ook de antropoloog Chris Healy, die een inleiding heeft gehouden over de landrechten van inheemsen en Marons in Suriname. De gemeenschappen hebben eigenlijk geen significante voordelen aan exploiteren van de minerale hulpbronnen in hun woning, terwijl ze schade ondervinden van de projecten. Oké, dus dat zijn de twee algemene conclusies die ik wilde trekken. En ik zeg als aanbeveling, wij moeten overgaan naar verlenen van community royalty. Wat betekent dat? Dat als een project uitgevoerd wordt, de overheid een clausule moet opnemen in overeenkomst dat 1-2% aan lokale gemeenschap zou moeten geven. Tijdens de onderhandeling met Newmont en IAM Gold was ik een beetje betrokken bij die discussie. En ik heb dit voorgesteld dat de overheid een clausule moet toevoegen in die overeenkomst om de mensen een royalty te geven. Waarvoor zou deze royalty dienen? Om ontwikkeling in de gebieden te brengen. Maar de overheid heeft het aan de bedrijven overgelaten om zelf te bepalen hoeveel men aan de gemeenschappen gaat geven. En dat vind ik niet correct. De vraag is dan, wat is de status van het vredesakkoord? Het is een overeenkomst, het is geen wet. Dus dit is geen, maar de discussie dan, is er zou een discussie over gevoerd moeten worden. Hoe geef je hier invulling aan? Wat men toen zei, er is geen memorie van toelichting hoor, van die vredesakkoord. Maar men zei toen nee, en dan ga je naar GMD en dan ga je aanvragen. En daar kwam ik op terug. Oké? De facto, een klassiek voorbeeld, en misschien kan Glenn ons straks hiermee helpen, Gemert. Roma Pit is op een paar kilometer afstand van een nieuw koffiekamp. En daar is men gaan mijnen. Maar het is in de concessie van IAM Gold. En er is altijd een hele discussie op en neer geweest. Maar de dorpelingen zeggen, nee, maar het is in onze economische zone. Dus de overheid zat een beetje met haar handen in het haar. En in feite is er een soort gedoogd beleid van de afgelopen 2-3 jaar. Want je kan niet ontkennen dat men een of ander recht heeft. Hoe je invulling geeft aan die recht, dat is een juridisch vraagstuk en een beleidsvraagstuk. Maar de overheid heeft toen duidelijk gezegd van, hey, er moet iets gedaan worden voor die mijnbouwers. Chris Healy, die gisteren een inleiding heeft gehouden tijdens een Indaanse dialoog over de ontwikkeling van mineralenontginning en grondenrechten van inheemse en tribale volkeren. De dialoog is georganiseerd door de Amazon Conservation Team en het Instituut voor Graduate Studies en Research, IGSR.